Mijn naam is Jasmijn Thomas. Ik zit hier met John Peters van de stedenband Dordrecht-Varna. En wat is dat precies? Wat houdt het precies in? Stedenband. Stedenband, ja, dat is een goede vraag. Stedenbanden hebben vriendschappen. Vriendschappen zijn oorspronkelijk opgezet met het doel om te voorkomen dat we weer in oorlog zouden komen na de Tweede Wereldoorlog. Als je vrienden bent, maak je geen oorlog. Dat was de gedachte. Zo is het begonnen. En wij zitten dan, Dordrecht zit dan gekoppeld aan Varna. Varna ligt in Bulgarije, als ik het goed heb. Ja. En wat gaan jullie precies organiseren? Jullie gaan iets organiseren, een kunstproject. Je staat heel stappen over, maar dat maakt niet uit. Oh. We hebben 5 van die stedenbanden. Ik doe er meerdere. Ik doe Varna in Bulgarije, Bamenda in Cameroen en Dordrecht in Zuid-Afrika. We hebben nog 2, Hastings in Engeland, Recklinghausen in Duitsland. Nu gaan we een uitwisseling doen met Varna. En dat is een kunstproject. We zijn gevraagd om 6 kunstenaars te selecteren uit Dordrecht. Om te exposeren in het Boris Gorgiev Art Gallery in Varna. En hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen, dat kunstproject? Ja, wij zijn natuurlijk heel lang vrienden met Varna. Komend jaar 25 jaar. En in die 25 jaar hebben we allerlei vriendschappen opgebouwd op allerlei gebied. Op gebied van ondernemen, van marine en scheepsbouw. Maar ook kunst, cultuur, sport. En daar hebben we gewoon partners in. En in dit geval wilde de gemeente Varna heel graag een uitwisseling van met kunstenaars uit Varna en uit Dordrecht. En er was nu geld voor, en er was nu een plek voor, dus het is nu tot stand gekomen. Maar de contacten lopen al heel lang. Dus eigenlijk is de reden dat we nu dit kunstproject hebben in Varna, omdat er nu plek en ruimte was? Ja, ze hebben daar een heel mooi museum, het Boris Gorgiev Museum. Dat is een museum voor moderne kunst. En daar is nu plek vrij, vanaf 18 juni. En toevallig is er net ook geld, want er is net een nieuwe burgemeester gekomen. Dat is heel bijzonder in Bulgarije, als er een nieuwe burgemeester komt, dan ligt er even alles plat tot die nieuwe burgemeester er is. En alle oude mensen weg zijn, nieuwe mensen aangenomen zijn. En dan gaat het culturele leven ook weer van start. Hebben we dan al vanuit Dordrecht eerder projecten met Varna gedaan? Ja, heel veel. En wat voor soort projecten waren dat? Vorig jaar is de schaakclub er naartoe geweest. Ja, dat klinkt een beetje lullig, maar het is wel zo. De Dordtse reddingsbrigade is er naartoe geweest om mee deel te nemen aan de zwemmarathon. Ik ben zelf 3 weken geleden geweest met Pabo in Holland. Voor een uitwisseling op onderwijsgebied. Ben ik met jonge studenten ben ik gaan kijken in het onderwijs in Varna. En het was geweldig om mee te maken. Ja, iedereen gaat er naartoe met het idee van, het zou wel een beetje achterlijk land zijn. En dat is ook een beetje, als je er komt, is het een beetje vieze zanden dan wij gewend zijn. Maar als je naar binnen gaat kijken, zijn ze vaak ontwikkelder dan wij. Dus, dat is ook leuk om te horen. Ja. Een hele andere wereld gaat er voor je open. Is dat het doel van de stedenbanden? Ja, het gaat om elkaar. Als je elkaar kent, hè, dan maak je geen oorlog. Dat is de basis. Maar kijk, Varna is erbij gekomen nadat de muur gevallen is en het Oostblok verdwenen is. En toen was de gedachte ook, laten we met het Oostblok vrienden maken. Hadden we veel meer moeten doen. Ook veel meer Russische steden achteraf, denk ik. Hadden we misschien geen oorlog gehad. Ja. We hebben ook vriendschappen met steden in Afrika. En dat heeft ook mee te maken met het feit dat je helpt met ontwikkelen. Dus het heeft altijd een beetje andere invalshoek. Ja, en we hebben dan ook banden met andere steden. Ja. En wat voor projecten doen we daar zo? Nou, ik heb er eentje bij me. Hè? Ik weet niet of de camera. Ja, dat is de camera. Dit is iets hoger. Dit is de vrienden van Dordrecht. Dit is een boekje wat net uitgekomen is, 2 weken vorige week of 2 weken geleden. En dat gaat over de vriendschapsbanden met Bamenda in Cameroen en Dordrecht in Zuid-Afrika. Er staan interviews in, columns heb ik geschreven van het werk dat we mensen daar doen. Dus er staan mensen uit Dordrecht in en mensen uit Afrika. En die vertellen dan ook wat ze doen. En de bedoeling is eigenlijk gewoon een beetje meer bekendheid geven aan de stedenbanden. Want de laatste dag schreef Kees Ties nog een stukje dat we zo vreselijk elitair zijn. Dat is helemaal niet. We zijn gewone mensen. Ook de mensen aan de andere kant. En wat je doet is gewoon elkaar helpen. Op allerlei gebieden. En dat is leuk. In dat boekje staan dus allerlei verhalen op allerlei gebieden. Het gaat dus over hulp op medisch gebied. Maar het gaat ook op hulp met het ondernemen bijvoorbeeld.
En kunnen mensen die boekjes ook ergens nog kopen of vinden? Deze zijn gratis. Kun je, als het goed is, ik ben nog bezig. We zijn ze nog aan het verspreiden. De 5000 komen in alle openbare gebouwen. De meeste liggen ze intussen, maar er komen er nog een aantal bij. En wat overigens gaan we nog... als mensen ze willen hebben, kunnen ze ook een mailtje sturen naar ons. En dan, dan geven we ze. En hoe worden die stedenbanden eigenlijk georganiseerd, die projecten? Nou, het is altijd een beetje anders. Hè? Het is, iedere stedenband heeft zijn eigen karakter, laat ik het zo zeggen. In ieder geval, aan de kant van de gemeente zit er bij Hastings en Recklinghaus zit er een ambtenaar die dat doet. En de andere drie stichtingen zijn drie aparte stichtingen, verenigingen, die dan deze kant het organiseren en dan aan de andere kant weer partners hebben. Maar aan de andere kant is bestaat niet zo'n stichting. Met Varna doen we heel veel met de gemeente samen. En met in Zuid-Afrika doen we heel veel met de handelskamers samen. Dus samen een soort van ondernemersvereniging daar. En met Bamenda zijn het vaak partners die we in de loop der jaren ontmoet hebben. En is daar een reden voor dat het elke keer andere partners, ja, het is andere gewoon, soort? Het heeft te maken met de structuur die er aan de andere kant is. Kijk, Nederland is een heel gestructureerd land. En dat is vaak aan de andere kant niet zo. Dus dan moet je de structuur een beetje zoeken. We helpen er ook een beetje bij. En nu hebben we dus het kunstenaarsproject. Ja. Wat houdt het project precies in qua... Nou, wat is de vraag? De vraag is, zoek 6 kunstenaars van de goede kwaliteit... die gedurende een week naar Varna willen komen. En die een maand willen exposeren. Die mee willen voorbereiden, inrichten van de expositie. Bij de opening aanwezig zijn. Van een bepaald niveau. Dus... ongeacht leeftijd, ongeacht discipline. Dus het kan zijn videokunstenaar of een street artist of een beeldhouwer. Dat maakt helemaal niet uit als het maar een bepaald niveau is. En zijn er al kunstenaars uitgekozen? Nou, we hebben nog niemand uitgekozen, want dat gaan we 3 mei doen. We hebben een commissie samengesteld met een paar mensen die wat verstand hebben van kunst. Ton de Lamar zit erin, Winke Gunst. Ik zoek nog iemand die erbij kan helpen. En dan houden wij ons het recht voor om te bepalen wat de beste kunstenaar is. Dat is natuurlijk heel moeilijk. Dat kan ook natuurlijk ook nooit. Dus maar ja, voor ons de moeilijke keuze om te kiezen. Ja, en tot nu toe hebben we hebben dat allemaal heel kort dag gedaan. Het is allemaal heel snel gegaan. Want toen ik in Varna was 3 weken geleden, is mij gevraagd dit te organiseren. Toen zei ik van, ik hoop dat het lukt. Ik hoop ook dat ik de beste kunstenaars meekrijg. Maar ik zou je zeggen, van de kunstenaars die ze tot nu toe aangemeld hebben, zou ik er 3 zo persoonlijk uitgekozen hebben. Dus de aanmeldingen zijn van behoorlijke kwaliteit. En we zullen daar een goed figuur slaan, ja. En hoeveel aanmeldingen hebben jullie al gehad? Ik heb er nu ongeveer 10. 10. En je mag er 6 meenemen? Mag er 6 meenemen. Gaat het echt een moeilijke keuze worden? Of heb je al... Nee, dat kan ik niet zeggen. Want als je in zo'n commissie zit, moet je wel eerlijk zijn. En de anderen hebben ook een mening. Dus nee, dat wordt een objectieve keuze. Oké. En jullie hebben... natuurlijk die aanmelding binnengekregen. Kunnen mensen zich nog aanmelden? Ja, mensen kunnen zich nog aanmelden. We hadden gezegd tot vandaag, maar toen wisten we nog niet wanneer we bij elkaar zouden komen om te beoordelen. Dat gaan we vrijdag doen. Dus en welke datum is dat? Dat is 3 mei. Dus iedereen die zich voordat wij gaan vergaderen, dat is vrijdagmiddag om 14:00 nog bij ons meldt. En je kan dan een mailtje sturen naar jpeters@dordrechtvarna.nl. Dan kun je meedoen. Je kan informatie te vinden op Facebook en op onze website. Op Facebook van Pictura, van Door. Dus er is behoorlijk wat te vinden. Hoe kunnen we, aan welke voorwaarden moeten mensen voldoen? De voorwaarde is, je schrijft je voegt een biografie toe. Je voegt foto's van 10 kunstwerken toe. Ik wou zeggen schilderij, maar het zijn kunstwerken. En je schrijft een motivatie waarom dat jij mee moet naar voren. En hoe weet iemand van, nou, ik voldoe aan die eisen qua kwaliteit? Ja, maar dat, kijk, je bent kunstenaar, je bent het niet, hè? Kunst is natuurlijk zo onbeschrijfelijk. En in principe is het, je bent kunstenaar als je zelf vindt dat je kunstenaar bent. Het is een ander te beoordelen of dat ook zo is, maar volgens mij is het niet zo moeilijk. En dan iedereen weet zelf al wat hij kan en wat hij niet kan. En als jullie straks in Varna zijn, hoe gaan jullie dat dan aanpakken? Nou, we komen daar op maandagavond aan. En op dinsdagochtend gaan wij... ik hoop dat we eens in de buurt van het museum een hotelletje hebben. En 's ochtends gaan we rustig naar het museum lopen. En dan gaan we daar de kunstwerken uitpakken. Letterlijk uitpakken en een plaats geven. We hebben een hele mooie locatie op de zolder van het museum. Dat is een gigantisch grote zolder.
Dus met een soort omgekeerd schip is het, met houtbalken. En iedere kunstenaar krijgt er een nis van 2 bij 4 meter. En daarin mag je of 1 of 10 of 20 kunstwerken zetten. Ja, we gaan het samen opbouwen. Dus het lijkt me heel erg leuk. Ik heb 1 kunstwerk gezien wat volgens mij 200 kilo woog. En er zit geen lift in. Dus ik weet niet of die het wordt. Maar als die het wordt, dan wordt het nog een aardige gedoe om naar boven te krijgen. Hoeveel kunstwerk kunnen de kunstenaars dan meenemen? Ja, dat is... Kijk, we hebben een ruimte beschikbaar. En zoals het daar nu hangt... Toevallig ben ik er dus 3 weken geleden geweest. Daar hangt dus nu 1 groot kunstwerk in zo'n ding. En er zijn kunstenaars die hebben zich opgegeven om 1 ding te hangen. Of te zetten. En anderen die gaan een heleboel dingen zetten. En... Hebben jullie daar geen limiet aan gesteld? Nee, ik heb daar geen limiet aan gesteld. Dat is mooi, toch? Dan kun je lekker zelf een beetje wat bij je past zoeken. Dus als iemand zegt, ik wil er 20 meenemen, dan zeg jij, dat is helemaal goed. Nou, als je 20 van 2 bij 3 zijn, gaat niet lukken, denk ik. Dan moet je ze achter elkaar in een kleppen zetten, dat gaat niet lukken. Nee, dus je moet een beetje... De bedoeling is wel dat we bij de kunstenaars bij elkaar gaan komen. En dat we het gezamenlijk gaan organiseren. Dus iedere kunstenaar zal ook wel mee gaan praten over wat er gaat gebeuren. En op het moment dat we daarheen gaan, weten we precies wat we gaan doen. Niet dat we daar voor verrassingen komen te staan. Is er nog een project dat er vlak daarna komt? Of dat er ook aan zit komen? Ja, we hebben zoveel projecten. Bij ons lopen altijd projecten. Nee, 11, 12, 13 juni. Dan hebben we het werelddiner gepland. Dan hebben we met 2 stedenbanden, Dordrecht en Dordrecht Bamenda, hebben we een diner op dinsdag de 11e bij Rebel Rebel. Op woensdag de 12e bij Merts. En op de 13e op donderdag bij het magazijn. En dan kun je een diner eten. Het thema is dus de wereld. Dus er zijn ook speciale minuutjes die avond. En de opbrengst is die avond voor de stedenband Dordrecht. En die gaat het gebruiken om het dak te repareren van een bejaardenhuis in Zuid-Afrika. De Nerinahof. Ja, je moet je voorstellen, dat is een bejaardenhuis. Het is een beetje kakkemikkig. En de subsidie loopt daar anders dan in Nederland. In Nederland komt hij altijd op tijd en altijd genoeg. En in Zuid-Afrika moet je altijd maar zien wat en wanneer er binnenkomt. En dus dan hebben wij besloten om dit goede doel uit te zoeken. En we willen dat jaarlijks gaan herhalen. En dan volgend jaar een ander doel zoeken. Oké. En Varna komt er binnenkort aan. Nog 1 keer voor de kijker en de luisteraar. Waar kunnen we jullie vinden? En tot wanneer kun je je aanmelden? Je kan ons vinden op www.dordrecht-varna.nl. Aanmelden gaat via jpeters@dordrechtvarna.nl. En als je op Facebook even zoekt, kunstenaars Varna, dan... kun je ons ook wel vinden. En aanmelden. Ja, op Facebook staat precies wat je moet doen. Helemaal goed. Dan wil ik u bedanken voor de tijd. En heel veel succes in Varna. Dankjewel.